Dirty Harry is back in town. Met dezelfde methodes en dezelfde gevolgen als in zijn vorige print. Houdt hij dit keer grote schoonmaak in eigen huis. Clint Eastwood met Windkracht 11 of Magnum Force op vrijdagavond. Felix was right. You guys don't have enough experience. Man's got to know his limitations. Gisteren hebben 11 Limburgse migrantenwerklozen na een omscholingscursus hun diploma behaald. Morgen praten we daar uitgebreid over. En wat er naast migranten en Bokrijk nog typisch is voor Limburg, komt u te weten als u er een vakantiecursus volgt van de Volkshogeschool. Ook daarover meer in Klaarwakker, morgen om 8:15 via BRT1. En wil u weten om hoe laat precies vanavond de tweede nieuws wordt uitgezonden? Wel, dan vertel ik u graag dat het zal zijn om 11:13. Tot zolang kunt u kijken naar het filmmagazine Moviola met vanavond 3 bijdragen. We hebben het over Jacques Ledoux, de onlangs overleden conservator van het Koninklijk Filmarchief in België. We praten met een 72-jarige Hollywood-veteraan, met regisseur Bud Goodinger. Dat is de man van de vele westerns gangsterfilms. Maar zijn laatste film is er eentje over een stierenvechter in Spanje. En we hebben het ook over het componeren van filmmuziek. En daarover praten we met Frederik de Vreese en met André Delvaux.